Ik ga nog heel even kijken. Ik begrijp, ik krijg in mijn oortje dat nog steeds... ik wil toch even horen hoe het gaat met Joeri. Ja. Joeri, ben je er nog? Rob. Je bent net weggerend voor de politie op Amsterdam Centraal, omdat nou, jij dit een... dit zeg je goed, hoor. Oh, wat is er? Het wemelt hier vol met politie. Er rijden busjes, ze kijken dus in onze auto. We zitten in een onherkenbare auto die ook niks weggeeft van 3FM of wat dan ook. Dus dat is ons geluk in dit geval. Maar ik rende net weg, er kwam een auto achter me aan met agenten. Een ander busje ging stoppen bij de boom. Ze stonden even bij de boom en wij zijn gewoon plankgas door rood weggegaan. En ja, het wemelt hier van de politie, maar het lijkt erop dat we er weer weg zijn gekomen. En hij staat echt vastgeketen. Ik heb de sleutels, ik heb ze in mijn zak zitten. Ik ga ze er even bij pakken, ik kan het laten horen. Wacht, ik heb de sleutels. Ja, heel goed. Ja, zeker. Ja, die sleutels. Die nacht-dj's van 3FM die zijn aan het wild planten. En nu is er een boom geketend op Amsterdam Centraal. Dan mag het sowieso wel wat groener zijn. Nou, je zag het, hè. We hebben het eerder gezien op camera. Het was helemaal beton. Het was gracht en beton. Over ontbossing gesproken. Hè? Maar ja, nu is het veilig, Joeri. Behalve dat je door rood bent gereden. Veilig qua politie. Denk ik dat we zijn echt een paar keer naar links, naar rechts, tussendoor. En we zijn hard aan het rijden. Maar qua gezondheid weet ik het niet, hoor. Mijn hart die zit boven in mijn keel. Ik heb denk ik hartslag 240. En nou, je hoort wel aan het volume met wat ik praat. Heel veel adrenaline. Holy shit. Lekker, man. Ik ga even kapot hier. Het is gelukt. Die 20 euro die is binnen van die opdrachtgever. En nou, rust lekker uit. Ja, ga ik zeker doen. Oh my god. Joeri, leef lang.